Goedendag, welkom bij een lange sportuitzending op Rijnmond. Met zometeen het trainingskamp van Feyenoord vanuit Zuid-Europa. Maar eerst het laatste voetbalnieuws. Raidu Poupon verruilt Sparta per direct voor de Graafschap. Poupon tekende in Doetinchem een contract voor 3 jaar. De Amsterdammer is vanmiddag medisch gekeurd en wordt zondag gepresenteerd bij de Superboeren. Poupon zag eerder deze week af van een overgang naar het Italiaanse Taranto. Dat uitkomt op het derde niveau in Italië. De aanvaller doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde 1 seizoen voor Willem II. De laatste 2 jaar speelde hij 64 wedstrijden voor Sparta, waarin hij 19 keer scoorde. Zijn laatste doelpunt voor de Kasteelclub was de treffer in de degradatiewedstrijd tegen Excelsior. Het is niet bekend hoeveel Sparta ontvangt van de Graafschap. Rotterdammer Mounir El Hamdaoui vertrekt toch van AZ naar Ajax. De onderhandelingen liepen de laatste dagen vast, ondanks dat El Hamdaoui al 2 keer zijn ja-woord aan Ajax had gegeven. Mogelijk maakt de Marokkaan morgen al zijn debuut voor Ajax in de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tegen FC Twente. Excelsior is ook blij met de transfer, want de Kralingse club krijgt ruim 150.000 euro als opleidingsvergoeding. De selectie van Feyenoord verblijft deze week in Spanje. Onder de warme zon wordt vanavond geoefend tegen Benfica en morgen wacht de Engelse club Aston Villa. 2 sterke tegenstanders, maar de Rotterdammers werken in de tussentijd in alle rust naar het nieuwe seizoen toe. Voorbereiding op het nieuwe seizoen zit er alweer voor de helft op voor Feyenoord. Om het conditionele leed een beetje te verzachten, hebben de Rotterdammers het mooie en hete Zuid-Europa opgezocht. Daar sleutelt Mario Been met name aan het veldspel, dat dit jaar beter verzorgd moet zijn dan vorig seizoen. Als je net de training gezien hebt, ja, was dat echt specifiek geënt op de opbouw van achteruit. Dat je daar een man meer situatie wil creëren. Ja, en door middel van het doen en het blijven herhalen hoop je dat het in de wedstrijden beter gaat. En dat betekent veel arbeid leveren onder de hete Spaanse zon. Want een veredeld vakantietripje is het niet, zeker niet als Been aan het roer staat. Dat blijkt wel als de nieuwe Russische aanwinst Fedor Smolov iets te lang denkt te kunnen uitrusten. Fedor, you can rest here. Kom, sprint. Als je mijn trainingen volgt, weet je dat ik wat dat betreft altijd wel heb bovenop zit. Kijk, vorig jaar ben je 4de geworden. Niet op basis van scorend vermogen, maar wel op basis van goed staan in het veld. Hè. Weinig goals tegenkrijgen. Nou, dat lukt alleen door elke week en elke training erop te hameren dat je goed moet staan ten opzichte van de bal. Daar komt hij vandaan, hoofd omhoog. En weer Leroy. Hier is het natuurlijk uitermate geschikt om daar bovenop te zitten en de basis te leggen voor het seizoen weer. Feyenoord oefent vanavond tegen Benfica en morgen is Aston Villa de volgende tegenstander. Been zal tegen deze zware ploegen 2 verschillende elftallen opstellen. Ja, daar wil je weer een stapje verder geraken als tegen Mallorca, waar je toch hebt gezien dat we in staat waren om kansen te creëren. Ze niet hebben afgemaakt, daarentegen 2-3 momenten weggegeven hebben in basis van omschakeling. En je ziet dat we gewoon nog niet helemaal klaar zijn. John Daal zal nog niet mee kunnen doen. Ik hoop misschien een halfje, maar dat is nog problematisch. Dus we zullen de spitspositie weer in moeten vullen op een gekunstelde manier. Dus ja, we gaan maar kijken. Been had maar wat graag Danny Koevermans op die plaats willen opstellen. Maar de Schiedamse spits mag niet vertrekken bij PSV. Ik denk dat Danny Koevermans een spits is die ons met name Nederlands gezien
toch wel tussen de 15 en 20 goals garandeert. En daar heeft het vorig jaar aan ontbroken, aan scorend vermogen. We zijn in staat om heel veel kansen te creëren, maar ja, het maken van de goal is gewoon, blijft altijd nog een probleem. En als je zo'n jongen voorin hebt erbij, die ook nog eens gelouterd is en ook op Europees niveau je hopelijk naar een poolfase kan schoppen, ja, leek me de keuze voor hem vrij simpel. Jammer dat PSV niet wilde, hè? Ja, die denken dat ze spitsen te weinig hebben. Die hebben er geloof ik 11 of 12, maar dat is hun goed recht. Hun moeten ook zorgen voor zo goed mogelijke selectie. Maar laat me afwachten, hè. Het is nog niet 31 augustus, dus dat kan nog van alles gebeuren. Nadat eerder Feyenoord en ook Sparta open huis hielden, was afgelopen woensdag Excelsior aan de beurt voor de jaarlijkse open dag. Na de promotie naar de Eredivisie rekende de Kralingse club op meer publieke belangstelling dan voorgaande jaren. Woudestein was maar dun bevolkt voor de open dag van Excelsior. De thuishaven van de Kralingers is net klaar van een opknapbeurt waarin er een kunstgrasveld is aangelegd. En dat heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. Het is natuurlijk een hele korte tijd. Dus als je 16 mei promoveert, dan moet je snel aan de slag. En er is heel veel aanbod op dit gebied. En ja, al eerder gezegd is dat er dus veldvorm geen optie was. Omdat we grasmaster hadden, dus moet je kunstgras. Ja, dat is nu snel aangelegd, maar het is gewoon nog net niet af. En we moeten gewoon nu dat veld heel veel gebruiken om het echt goed te krijgen. Maar ik begrijp ook dat het weliswaar snel is aangelegd, maar niet snel genoeg voor de KNVB. Op dat moment is de KNVB een ambtenareninstituut. Die zeggen gewoon, je moet 6 weken voor de competitie moet je een veld wat goedgekeurd is. Nou, als je 16 mei promoveert met een kunstgrasveld, is dat net zo moeilijk als dat je het in de woestijn laat sneeuwen. Dus dat lukt gewoon niet. En ja, dan word je weer gedreigd met een plan van aanpak. We hebben in één keer gezegd hoe het is. En hopen dat voldoende is, maar dat vind ik echt helemaal nergens op slaan. Als het 4 augustus niet van elkaar is, dan krijgen we 10.000 euro boete. Het nieuwe kunstgrasveld van Excelsior geeft de club niet alleen negatieve dingen. Het zou dit seizoen zelfs ervoor kunnen zorgen dat de Kralingers een nogal bijzonder thuisvoordeel hebben ten opzichte van de andere clubs. Nou, ik denk dat je niks mis zegt als je zegt dat, ja, dat ploegen toch weer even gaan kijken van dan moeten we naar Woudestein. En hoe zal dat kunstgras eruit zien en hoe zal dat voetballen? Tijdens de open dag van Excelsior werden de spelers en staf 1 voor 1 voorgesteld aan het publiek. Onder hen dus ook de trainer die de club vorig seizoen nog naar promotie wist te leiden. En eigenlijk is het hele aanstaande seizoen 1 grote beloning voor die prestatie. Nou, het is natuurlijk wel in een bepaald opzicht een beloning. Eerlijk is eerlijk. Je gaat naar grotere stadions, een leuker en mooier entourage. Dat spreek je natuurlijk aan als sportman. Tegelijkertijd is het ook niet zo heel relevant, want het is gewoon een competitie waarin je gewoon goed je werk moet doen. En je daardoor kun je profileren of niet. Zeker vergeleken met de open dagen van Feyenoord en Sparta was er afgelopen woensdag niet veel volk te vinden in Kralingen. Maar de supporters die de moeite namen om een kijkje te nemen bij Excelsior waren dan ook echte clubmensen. Ik kom een aantal jaren bij deze club. En ik hoop dat ze volgend jaar dan weer inblijven in de Eredivisie. Ik ben een echte Excelsior-vrouw. Iedere thuiswedstrijd zit ik er. Zoveel mogelijk ga ik mee naar de uitwedstrijden. En ik volg het heel enthousiast. Er wordt ook wel eens door boze tongen beweerd dat er geen echte Excelsior-mensen bestaan. Hè? Maar dat gaat u bestrijden nu. Dat zijn mensen die geen verstand hebben van Excelsior. Wij zijn bij Excelsior 1 grote familie. Bij ons kan je nog met je kindje naar de voetbal toe gaan. Er waren vooral veel kinderactiviteiten op het kunstgras van Woudestein. Hossen op luchtkussens, zelf een vrije trap proberen erin te krullen. Of op andere wijze de keepers van Excelsior passeren vanaf de penaltystip. Een van die doelmannen die daarna staat is Kees Pauwen. Overgekomen van kampioen FC Twente. Ja, maar ja, als je ook kijkt wat situatie ik op een gegeven moment zit bij Twente. Dan dan had ik daar op een gegeven moment geen vrede meer mee. En dan wil je gewoon weg. En uiteindelijk ga je toch de gok nemen om proberen ergens aan het spelen toe te komen. Nou ja, en dan kom je hier op het laatste moment. Kom je hier nog terecht. En dat is toch fijn. 32 jaar is die nu Kees Pauw. Alleen 2 seizoenen bij Cambuur Leeuwarden was die basiskeeper. En eigenlijk kun je wel zeggen dat zijn carrière nu pas echt gaat beginnen bij Excelsior. Misschien wel. Ik bedoel, ik dacht dat het al een keer eerder van start was gegaan bij Twente een jaar. Maar ja, dat kon je dan het jaar daarna toen Boskie terugkwam, kon je weer gaan zitten. Met nog een blessure daarna, een kruisband. Dus ja, wat dat betreft, laten we nu maar beginnen echt. Behalve een nieuwe doelman heeft Excelsior zich ook versterkt met Wouter Gudde. En zullen er nog wat huurspelers van Feyenoord bij gaan komen. Grote vraag natuurlijk is of dat voldoende zal zijn om een serieuze rol van betekenis te gaan spelen in de Eredivisie.
En dat bleef nog lang onrustig op Woudestein. Hij lijkt onwinbaar. Een nieuwe nummer 10 voor FC Dordrecht. De selectie van de Dordtenaren is al wekenlang rond. Alleen een ouderwetse spelmaker ontbreekt nog. Een reportage over de ellenlange zoektocht van Dordt naar een nieuwe nummer 10. Gij zult de vrouw van uw medemens niet begeren. Het is het laatste gebod van de 10 geboden. Ja hoor, is goed. Kan doorlopen. Geen hoge cijfer op school ook dan. Een 10. En dan heb je natuurlijk nog... Leontien. Nee, onze Leontien. Maar wat betekent 10 voor FC Dordrecht? Nummer 10 is, die staat voor mooi voetbal. Nummer 10 is verbindingsspeler van het middenveld en de verdediging naar de spitsen toe. Hij moet daar de vormgever zijn. Kracht, power, dynamisch, aansluiten naar je spits toe. De Xavi's en dat soort types, ja, Iniesta, ja, dat zijn geweldige voetballers. De Maradona, Bergkamp, dat is een speciale plek. Als je daarmee kan voetballen, denk ik dat het wel heerlijk voetbal is. Helaas, Xavi en Iniesta passen niet in het spelersbudget van 6 ton. Zelfs Dordts oude nummer 10, Marcel van der Sloot, vroeg een te hoog salaris. Sindsdien is Dordt zoekende. Rashid El Khalifi bleek meer een 7. En dinsdag probeerde Dordt Patrick Lip uit. Een 10-letterige naam. Toch gaat het magische getal aan zijn neus voorbij. Ook niet goed genoeg. Na 4 weken voorbereiding is een nieuwe 10 nog altijd niet gevonden. Nummer 10 is in Nederland een beetje aan het kwijtraken. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. 10 is spaarzaam, hè, in de voetballerij. En, ja, dus het is allemaal zoeken, vooral nu in deze tijd. Een 10 is ook vaak, die denkt heel veel vooruit, heel veel in balbezit en het balverliesverhaal, wat in het voetbal heel belangrijk op het moment, hè, het omschakelen. En de nummer 10 heeft ook een eigenschap dat wat kort schiet. We hebben natuurlijk een bepaald budget en daar moeten we ons aan houden. Ja, en dan willen we toch een nummer 10 hebben die bij ons past en in ons systeem past. En op dit moment is dat gewoon wat moeilijker dan dan nummer 9, wat normaal altijd wat moeilijker is. En nu hebben we wat probleem met nummer 10, ja. Ja, maar het is ook altijd het verhaal van budget, prijs-kwaliteit verhouding. Nummer 10 zijn duur. Ja, wacht op het juiste moment dat een speler ook betaalbaar is. Wij zijn ook naar andere BVO's aan het kijken, maar ja, die laten de spelers nog niet gaan. Dus wachten en dan proberen toch op het juiste moment toe te slaan. Dat doen we vaker, hè. Veel last van haast lijkt Marco Bogers niet te hebben. Ook aan de Kromme Dijk kan het geld niet 10 keer worden uitgegeven. Tot 31 augustus heeft Dordt de tijd om hun nieuwe 10 te presenteren. Desnoods 10 seconden voor de transfermarkt sluit. En ik begrijp dat mensen graag het elftal compleet zien, ook de trainer. Maar wat ik zeg vaak tegen de trainer, ik heb 6 nummer 10's voor je, maar er zijn niet de nummer 10's die je beter maakt. Die spelen nou bij de topklasse of naar de hoofdklasse. En die zijn we niet op zoek naar. Wanneer verwacht jij tenslotte dat de nieuwe nummer 10 van FC Dordrecht zich heeft gemeld? Ik hoop morgenochtend. Ik hoop zo snel mogelijk. En zo niet, speelt Dordrecht toch gewoon met 10, maar dan zonder 10. Inmiddels heeft het Dordrecht geen 10, maar een 2 op proef. Rechtsback Jamie Jalins, die de afgelopen seizoenen voor Jong Sparta speelde, probeert een contract af te dwingen aan de Kromme Dijk in Dordrecht. De honkballers van Sparta Feyenoord hebben een nieuwe hoofdsponsor. Curaçao zal de komende 3 jaar op het shirt van de club staan. Met het binnenhalen van de nieuwe geldschieter verwacht Sparta Feyenoord de komende jaren in de top van de honkbalhoofdklasse te kunnen meedoen. Op het dek van de SS Rotterdam werd de nieuwe sponsor vanmiddag gepresenteerd. Curaçao moet er mede voor zorgen dat Sparta Feyenoord zich met de top van Nederland kan meten in de komende seizoenen. Want net als in de vorige jaren lopen de Rotterdammers ook dit seizoen de play-offs mis. Ik kan iedereen garanderen dat ze de komende jaren heel veel van Sparta Feyenoord zullen horen. Want gaat er veel veranderen in het budget van Sparta Feyenoord? Nou, ja. Kun je dat in cijfers aangeven? Nee, dat doe ik liever niet. Nee. Maar het ziet er wel gezond uit, laten we zo zeggen. Ja. Nou, we hebben vanaf nu al op de pak Curaçao staan. Hè. Zou het zo gaan uitzien, hè, met natuurlijk het Sparta Feyenoord logo, dat komt er nog bij. Curaçao is in Nederland al bekend als de sponsor van voetbalclub NEC. En nu stapt de stichting dus ook in het honkbal. De vraag is, waarom? En we willen namelijk de goede intenties van het eiland Curaçao uitdragen. En ook via de jeugd, de Antilliaanse jeugd of de Rotterdamse jeugd. Omdat we uitgaan van het feit dat in Rotterdam heel veel Curaçaonaars wonen. En dan moeten we ook, en die dragen ook bij, zeker bij aan het sportgebeuren. En het honkbalsportgebeuren in Rotterdam. En die willen we dus ook een steun in de rug geven. Je kunt het een beetje beschouwen als een psychologische duwtje in de rug.
Papieter wilde het niet vertellen, maar met hoeveel gaat het budget van Sparta Feyenoord omhoog? Nou, net als Papieter heeft gezegd, met wat? Op wielergebied zijn we deze zomer flink verwend in onze regio. De prachtige start van de Tour de France is nog maar een maand geleden. Maar komende donderdag zijn er in Oostvoorne ook weer toppers uit de Tour te bewonderen. De 26e wieleronde van Oostvoorne kent een ijzersterk deelnemersveld. In het verleden was er altijd wel een topper of publiekslieveling. Zo reden Alexandro Petacchi, Robbie McEwen en vorig jaar de populaire Kenny van Hummel. Dit jaar heeft organisator Bob Braber alle kaarten gezet op de beste Nederlandse rijder van dit moment. Dit jaar zijn we heel blij mee dat we Robert Geesink hebben vast kunnen leggen. Een geweldige renner dit jaar in de Tour de France, als zesde geëindigd. En we waren heel blij dat we ongeveer een week geleden de contacten hebben kunnen leggen met hem via Cycling Service, John van der Akker. En het is voor elkaar gekomen, dus Robert Geesink naar Oostvoorne. Martijn Maaskant, een van de belangrijkste, vorig jaar ook de profronde van Oostvoorne gewonnen. Maar verder hebben we natuurlijk ook Koos Moerenhout. Eigenlijk is dat ook een regiorenner, geboren in Achthuizen, woont nu wel in Steenbergen. Maar die gaat ook zijn afscheid hier ook doen. We gaan hem in een open wagen zetten en een rondje over het dorp. Dat doen we trouwens ook met Servus Knaven die we hebben rijden. En Christian Nierman zit ook nog uit de Tour. Verder hebben we Van Zummeren uit de Tour. Bij elkaar hebben we zo'n 7, 8 toerrenners dit jaar naar ons voor. En daar zijn we toch heel blij mee. Bob Braber had graag Lance Armstrong, Alberto Contador of Andy Slek naar Oostvoorne gehaald. Maar de komst van zulke renners, dat zit er tegenwoordig niet meer in. Alle profrondes, dit jaar is ook Zolle weer afgevallen. Heerlen heeft grote problemen. En toen wij begonnen 26 jaar geleden met de eerste profronde, gewonnen door Joop Zoetemelk. Toen waren er nog 75 profrondjes in Nederland. Nu zijn er over het hele jaar 18 en 12 na de Tour. Dus daar zit gewoon de klat in en het heeft gewoon met de centjes te maken. De gouden medailles! De gouden medailles! Dus wordt het geld in één topper gestopt. Hoort u maar eens wat Geesink krijgt. Ik denk dat hij op dit moment op de prijs ligt van 2,5 uurtjes fietsen. Ik denk dat hij ongeveer ligt per uur op 35.000 euro. Voor dat bedrag willen wel meerdere mensen wat rondjes door Oostvoorne gaan rijden. Komende donderdag kunt u dus gaan kijken naar al die bekende renners in de profronde van Oostvoorne. Daarmee komt een einde aan deze sportuitzending. We zijn er dit weekend ook weer volop op de radio. Waaronder vanavond als we live verslag doen van de oefenwedstrijd van Feyenoord tegen Benfica. Voor nu bedankt voor het kijken en een heel prettig weekend toegewenst.